Welkom bij de update van 6 uur. We hebben wederom weer een supergezellige dag gehad en we gaan nu direct even kijken naar de winnaar van de dagprijs. Dag mensen, we staan hier, dit is voor de update van 6 uur. We staan hier vanmiddag nu bij de familie Bijen. Yvonne Bijen heeft gewonnen, de dagprijs van vandaag. Dat is een heel mooi boodschappenpakket van de Plus. En een fotoshoot van Adore Models, ter waarde van €150. Dus die gaan we nu eventjes komen brengen. Hallo, goedemiddag. Hallo. Isabel. Yvonne van Elten, hallo. Gefeliciteerd met uw prijs. Ja, ja ik ben heel blij mee. U hebt gebeld? Ja, ik heb gebeld naar de prijsvraag en ik wist het goede antwoord. En blijkbaar heb ik gewonnen. Dat is wel super natuurlijk. Ja, helemaal top. Ik heb hem hier naast me staan. Ik wil nog even vragen voor alle kijkers thuis. Is leuk als we nummer 1... Hebt u nog misschien nog een toevallige favoriete nummer 1? Ja, als ik hem mocht plaatsen op 1, dan zou het September van Earth, Wind & Fire zijn. Dat is inderdaad een heel mooi nummer. Ik ga het u even overhandigen. Als ik mijn assistent Joost hier even roep, want ik heb je microfoon hier om vast te houden. Juist, dankjewel. En dankjewel. Geweldig. Hopelijk maakt u er gebruik van en succes met de fotoshoot. Ja, dat vind ik helemaal bijzonder. Ja, ja, is handig hè. Facebook en weer nieuwe foto's erop zetten. Ja. Nou, heel erg bedankt allemaal en ik ben heel blij met mijn prijs. Komt goed terecht. Nou, graag gedaan en veel plezier ervan. Dankjewel. Gaan we nu even terug naar de studio in Hengelo. Wat is uw favoriete nummer 1? Van Nick en Simon. En welk liedje van Nick en Simon vindt u het mooi? Uit. Die kerstlieden zijn wel heel mooi, maar dat is voorbij, dus daar kun je niet meer vragen. Ook vandaag hebben weer de DJ's die vandaag hebben gedraaid om hun favoriete nummer 1 gevraagd. En daar gaan we nu eventjes naar kijken. Bij nummer 1 stond Johnny Cash met Hurt gekozen. Ja, en waarom heb ik die gekozen? Dat is denk ik aan jouw volgende vraag, Joost. Waarom heb ik die gekozen? Het heeft passie, dat nummer. En dat waardeer ik wel heel erg. En het heeft ook wel mooie overgangen. Dus het is gewoon, net zoals Guus al eerder zei, ik krijg er ook wel een kippenvelletje van. Het is wel mooi, ja. Nou, ik heb dit jaar op nummer 1 gezet Raccoon met Love You More. En ik vind het gewoon een ontzettend mooi nummer. En ik vond het wel heel moeilijk kiezen, moet ik zeggen. Want er zijn gewoon ontzettend veel mooie nummers. En vorig jaar heb ik Kane op 1 gezet en dit jaar Raccoon. And every day I missed you more. Oh, you look like you did before, only prettier. Every day I love you. I love you more. Bedankt voor het kijken. Morgen is het alweer helaas de laatste dag van de uitzending van Top 1000. Volg ook vanavond nog even ons weekoverzicht. En hopelijk dan tot morgen bij de update van 12 uur.